Met dit motto trekt FC den Bosch morgen ten strijde tegen FC Eindhoven. Want ook al is zijn ploeg morgen licht favoriet. Toch waakt trainer Ruud Keizer voor al te veel optimisme. Wij staan er goed voor met een gedeelde derde plaats. Eindhoven, ja, zoals je weet, staat hij vier punten achter ons. Dus ze zullen er alles aan moeten doen om, om, om tegen ons op één punt te komen. Dus daar moeten we wel voor, voor waken. Maar het is heel gevaarlijk. Hè? In het zuidoosten van de provincie bereidde dat gevaar uit Eindhoven zich ook voor op de wedstrijd van morgen. FC Eindhoven begon goed aan de competitie, maar zakte na de winterstop ver weg. Zou je kunnen zeggen dat het uh, welslagen van het seizoen van FC Eindhoven vrijdag op het spel staat? Nee, nee dat denk ik niet. Uh, ik denk wel dat het uh, de komende drie wedstrijden zeer belangrijke wedstrijden uh, zullen zijn. En dan kun je eigenlijk wel zeggen dat voor ons uh, de play-offs uh, eigenlijk uh, morgen beginnen. FC Eindhoven en FC De Mos strijden beide nog voor een plek in de top 5 van de Jupiler League. Die plek geeft recht op deelname aan de play-offs. Bovendien spelen ploegen in de top 5 één wedstrijd minder in de play-offs, wat de weg naar promotie dus een stuk korter maakt. Maar voordat FC Eindhoven daaraan mag denken, moeten ze eerst nog maar eens van de zesde plek afzien te komen. Wij hebben het hele seizoen eigenlijk gewerkt naar deze eindfase. We hebben altijd gezegd dat we mee willen doen om de prijzen. Uh, en nu doen we mee. En dan, uh, nou, dan zie je dus dat plek 5 voor ons nog haalbaar is. En ik vind altijd dat je altijd uh, naar boven moet, uh, moet kijken. Dat doen ze in den bos dus ook. Sterker nog, daar wordt zelfs al rekening gehouden met promotie naar de eredivisie. Dat is mijn één doelstelling: dat is ook die play-offs winnen. En uh, ja, je gaat niet meedoen om te zeggen van van tevoren. Ja, leuk, we hebben het gehaald en uh, dat was het dan.